Wat is er aan de hand? Waar ging je dat? Hier is kermis. Ja, hè? Nee. Oh, nee. Maar waarom stond ze door dan? Ik ken dit. Is dat goed of slecht? Dat is goed. Oh. Ga maar gauw daar, hè. Ja. En BW stond ze nog bij de deur dan? Gemeenschapshoes. Oh, gemeenschapshoes. Dat is traditie. Oh, die grond zich door aan een... Oh. Dan moeten we weer zien. Ah. Ja, dat er kermiswaars in de nu staat, dat wisten we. Maar wat dan de hermenie of de schutterij, of wat het dan ook is, op een goede dinsdag? Kwart voor eens middag uit. Kom naar dicht kijken, dat stinkt buitjes best vandaag. Hallo. Hallo. Oh, het is toch de schutterij, Sint-Jan? Hoe het de nu staat? Ja, op een nieuwstad. Op een nieuwstad. Op een nieuwstad, hè? God, nu al aan de... Ja. We hebben zin al. We hebben vandaag patroonheim gedaan. En wat wil dat zeggen? Ja. Zo, ik heb een processie gehad en vandaag is patroonheilige dag. Ja, ze even elke feest verkennen in Nieuwstad. Eerst vanmorgen een heilige mes. Daarna een koffietafel. Dan moet de nieuwe koning, want we hebben dus Pinkstermorgen, ik heb weer vogels eten gehad. Moet de nieuwe koning is dan verplicht om op deze dag moeder en vader bergen hebben. Dat is gewoon traditie. En dan gaan we een hele gezellige dag te maken door de plaatselijke horecagelegenheden te bezoeken. Is dat dan ook vroeg opstaan? Nou, tegenwoordig voor de mes, dus de vroeg is dat niet. Is dat de koningin? Ja, ja. Koningin. Hallo. Hallo, Sissi. Oh, ja, dat is ja die Sissi. Ja, schoen. Dank je. Om door een ringsje te halen. Dank je. Zelf goed gezocht? Ja, met papa. Met pap? Met de koning. Op papa's koning? Ja. Dat huur ze toch niet zo duk dat vader en dochter koningspaar zien? Ja, toch? Maar. Wat leuk. Waar is... Oh, de koning. De koning. Er is pap. Hallo pap. Ah, heerlijk. Proficiat met het afscheten van de vogel op. Bedankt, ja. Pinkstermondig. Ja. Was dat de eerste keer? Nee, ik koos je dat al 4 keer. Dus, was niks nieuws. Nee? Nee. Dus. Net zo makkelijk als kindjes maken. Nee, dat heb ik maar 2 keer gekend. De vorige zijn er 4 keer. Dus, Oké. Okay. Ja, dus er zit geen lien in. Nee, maar hier staat wel een koning vormig met scherp schuut. Op kent het nu staat. Kent je wel zeggen, ja. Alleen met de buiten. Ja. Ja. Goh, en dan komen we dan toevallig bij Joet. Ja. Dat is gezellig, ik heb het gewoon. Wos je dat niet dat die kermis deinzig is? Dat is gek. Dat is juist. Ja, ik ben niet van hier, hè. Nee. Maar dan weet ik dat nou. Ja. Iedereen heeft ook gewoon vrij vandaag. Ja, we waren net hier. Dat kost ons allemaal een verloofdag. Maar dat is er heel geen over. Maar hoe zit het dan, jonge dame, hoe zit het met school? ATV. Gekregen? ATV. Ze hebben zich het vuur geleerd, dat ken je. Wat had ze voor vak vanmorgen? Biologie en wiskunde. En? Ja, dat was het. Nee, maar hoe is het gegaan? Oh ja, het ging wel. Ja? Om goed te doen. Het goed geleerd van het vuur. Pas erop, auto! Nee. Zo? Zo? Minima, nee. Oh, nee, ik dacht misschien als ik er zo goed van... Oh, wacht, er is er nog één onderweg. Zullen we die even voorbij laten? Ja, dat is toch duidelijk geen van de schutterijen? Nee. Nee. Dat is de mam. Ik ben de mam. Van hem en van haar. En dat is de pap. Dit nou wegduikt. Meneer, schaam geen ochtervuur of zo? Nee, dat hebben ze gehad. Oh, moet net zeggen, dat mag toch wel gezien weer, hè? Kinderen die het ook nog goed doen op school. Is, mevrouw de marketenster, zit er wat in dit feitje ook? Normaal wel, ja, snaps. Maar vandaag niet? Nee, we kregen nu snaps net in de kroeg. Oké. Okay. Volgende week op een oude Limburg in Grevenburg, kan ze komen. Als we van doodrijden zijn, drink zich maar een lekker borreltje of een stuk broos of een stuk verkeers. Ja, ik mag toch commentaar geven bij de optocht. Oh, dat is leuk. Voor TV van L1. Wat stelt je voor dat ik vertel over oog als je langskomt? Dat wordt super goed, vriend. Ja? Dat wordt. Ja, dat wordt in 2008 zijn we tweede geworden daar dus. Ja. Dat mogen we ook wel aanhalen. Tweede plaats. Net niet de eerste, maar. Gistermorgen.
Hoe zit het met het zestal van dit jaar? Zit dat, is dat jou? Ja, sta ik daar. Altijd. Ja? Ja. Oh, wacht. Ja, ja. Zoom even in, hè. Ja. En achterop shirt of wat bissen? Verde. Verde. Oké. Okay. Altijd lastig, hè, Verde? Ja, vorig jaar waar. Ik hoop dit jaar beter. Oké. Okay. Wat was het vorig jaar? Geen mes. Dig. En toen was het afgelopen? Toen was het 2 jaar afgelopen. Zorgt dat voor extra druk dan voor dit jaar? Misschien wel. Maar ja, we laten zien. Ja, wat kijken wat het werd. Wat wil het best doen. Hebben ze er ook trucjes voor als ze onder de scheetboom steeds van alles om de geer uitschakelen en zich alleen maar focussen? Massen. Dat massen wel. Anders kunnen we niet goed. Heb je door bepaalde maniertjes voor dat, het psychologische spel bij de schutterij? Je hebt het een eigen denk of wel, denk ik. Je hebt geen mental coach of zo? Ja, ja, ik heb er heel veel. Ja. En die zitten nou zeker ook allemaal binnen. Ja, mogen we even mij binnen? Koningspaar voor op, kunt je vast oefenen. Kom maar, wie is er weer uit de weg? We weten hoe op de weg zijn. Ja. Koninklijk bezoek. Ja, koffie pakken doe maar. Nee. Ja, kijk, dit is een tacticus de heeste tijd. Zullen we dat nog maar koffie pakken? Ja, even op het beeld nemen. Oh, want je ziet er net de vereniging natuurlijk, hè? Ja. Oh, je toch bestel zeggen. Ja. Met Pinksteren vandaag. Oh! Oh! Ja, de schaars geklede vrouwen, dat zien we dan op in dit programma. Hè? Ja, ja. Ik heb het op mijn zwaar. Oké, ik heb het warm. Ja. Ja, dit is het onder te lieven. Oh, zo, er gaat de pakkenloed getrokken. En dit zit er dan onder. Ja. Schutterij Sint-Jan. Oetenu staat. Ja. Ik kan ze niet zeggen dat dit programma geen diepgang heeft. Hè. We gaan nog eens onder de oppervlakte. Het is niet alleen maar de boetekant waar het om gaat, hè? Nee, zeker niet. Ja. Ik weet wat voor moeten verstoren. Precies. En dan mug naar best gezien weer, ja. Mevrouw, hè? Ja, dankjewel. Ja, zie ik al. Oké. Okay. Dus, het eerste bezoek wat we vandaag afleggen is hier. En zo krijgen we nog een aantal horecagelegenheden wat we vandaag aandoen. Dus. En we sluiten af straks in ons shutterslokaal, Café de Piep. Daar hopen we tegen 7:30 binnen te komen. Ja. Nee, binnen te vallen. Gewoon net eens binnen te lopen. Wat de bedoeling is. En dan zit onze shuttersdag erop. Want je ziet een nette vereniging, dus je komt er ook netjes binnen straks. Ja, we hebben het al fijn ons best gedaan vanmorgen. We zijn allemaal fijn op de kerk geweest. We hebben deze dag gewerkt met ons shuttersmes. En ja, nu vervolgen we ons een dag. Is dit nou ook beer van dat vaat wat de koning gesponsord heeft, of is dat straks bij het clublokaal? Nee, het is wel Frans, maar dat is al wiedoet. Dus de laten we eigenlijk niet veel grazen voor zullen we jou dat ervaring meester. Hé jongens, maar wat moet er nou gebeuren als dat vaat van de koning leeg is? Moet hij dan nog een vaat sponsoren? Of, We hebben het nog niet over gehad, want bij ons clublokaal kennen we geen vaat sponsoren, die heet tanks. Oh. Dus ja. En een tank sponsoren, dat geen niet? Geet waar, we moeten er 3 weken blijven. Wordt we te lang blijven, moet ik niet slapen. Ah, wie kunnen wel mij helpen? Ja, oh. Ja, maar alleen jou hoeft naar te rijden, hè? Ja. En we hadden hier een tas koffie, hadden we hier. Heb ik ook koffie? Meneer, wat moet je drinken? Koffie met 2 vingers schoen, alstublieft. Meneer, wat moet je drinken? Ik heb geen flauw idee, meneer. Maar wat is dat voor een brand van alleen dan? Het is onderweg. Ja. En we reden echt stond toevallig door het dorp. En de zussen een keer zussen... Heel vlaggen. Nou ja, de zussen schutterij aankomen met...
dus weer dachten van die komen een serenade brengen aan Emus, maar nou blijkt dat gewoon het gemeenschapshoes te zien. Ja, ja, aan die andere gelegenheden. Ja. Dat gaan we te doen. Ja, maar dan komen we niet meer mee. Hè? Nee? Nee. Nou, we zijn een hele fijne gezellige dag. Ja, nee, maar te veel koffie drinken is ook niet goed. Hè? Dat geeft van alleen over. Geet nou weer de handen in je hoed klein, dus je die nul. Ja, alleen veer nog. Ja, dat is niet zo dat ze de kousenband dadelijk weg gaan schoeien en weer de volgende koning in de buurt. Nee. Okay. Hey, hoe apart is dat met pap op water? Ja? Ja. Oeh, ik had nog zo'n koffie gevroren. Met twee vingers. Ja, cappuccino hè, met twee vingers. Nee, dank u. Wat drinkt de koning in? Ik drink nu 0.0 in de Jills. Echt hoor. Moest nog rieën dan? Dan las ik hem aan. Heeft dat met regels te maken? Nee, maar een beetje voor mezelf in de hand te houden. Oh? Kent ze geen mond aan, normaal gesproken? Nee. Bam, wat huur ik dan nou? Ik kan niet overal opletten met die dagen. Nee. Ja, ik te druk voor. Oh, dus als die een functie is, dan helpt ze die alcoholvrij en dan... Ja, alcoholvrij wil ik niet zeggen, maar... Redelijk. Ja, ja. En wanneer is ze dan uit functie? Straks bij de piep? Ja. Oké. Okay. Oh, heel apart hier, jongens. Ik ben dat je klaar is. 12,5 jaar bij de vereniging. Opnieuw. Het is 12,5 jaar bij Sint-Jan. Ja, opnieuw, ja. Het is voor het nog streng geweest. Ja, maar jubileum is jubileum. Ja, ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, door kunnen we voor zingen, hè? Nee. Ja, ja. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Piep de piep. Piep de piep. Piep de piep. Hey, Proost, hè? Ja. Hoe gaat het? Proost.